Vandaag neem ik jullie mee op onze vakantiereis naar Noorwegen. Na een tussenstop in Doetinchem gaat de rit via het noorden van Duitsland richting Denemarken. In Hirtshals nemen we de veerboot die onze camper na een vaartocht van ruim 2 uur in Noorwegen aan wal zet. Na een overnachting in het plaatsje Mandal gaan we de volgende morgen naar Lindesnes 4, gelegen op het zuidelijkste puntje van het Noorse vasteland. De Lindesnes dateert van 1656. De vuurtoren kreeg zijn huidige vorm na een grondige restauratie in 1916. Het naastgelegen museum geeft bezoekers een kijkje in de geschiedenis van zeevaart en zijn vuurtorens. Via de E39 komen we in Forsand, waar we de veerboot naar Aunes nemen. Einddoel voor vandaag is camping Prekenstoen. Deze camping ligt aan de toegangsweg naar de Prekenstoen, een van de grootste toeristische attracties van Noorwegen. Het is nog vroeg als we aan onze wandeling beginnen. De tocht naar het plateau is ongeveer 4 kilometer lang en gaat soms behoorlijk steil omhoog. Volgens de folders kan men de klim in 2 uur volbrengen. Wij nemen de tijd en komen na ruim 4 uur moe, maar voldaan boven. Het plateau ligt 604 meter boven het Leise fjord en biedt een schitterend uitzicht over zijn reusachtige bergwand. Heel voorzichtig en met kriebels in de buik proberen we in de diepte te kijken. Al hebben zo te zien anderen daar minder moeite mee. Na een uurtje keren we terug. Een tocht die mogelijk nog inspannender is dan naar omhoog. Een aanbod om op de snelle manier naar beneden te gaan hebben we niet aangenomen. Vanaf de Prekenstoen gaat de reis richting Bergen. Kenmerkend voor Noorwegen zijn de vele bruggen en tunnels die we onderweg passeren.
De Kvelventunnel is een van de 900 tunnels die het land rijk is. Recent is er naast de oude een nieuwe aangelegd. Voor ons een mooie gelegenheid om te bekijken hoe de natuur in 2 jaar tijd de regie van de mens heeft overgenomen. We zijn op weg naar Roldal. Hier brengen we de nacht door op camping Sellen, gelegen aan de rand van het dorp. De plaats is het meest bekend vanwege zijn geitenkaas. Wij hebben evenwel meer zin in de staafkerk uit de 13e eeuw. De kerk is rijkelijk voorzien van houtsnijwerk, waarvan het motief en schoonheid herinneren aan de tradities uit de Vikingtijd. Wie Noorwegen zegt, denkt aan watervallen. Dit zijn de Lattefossen in Hordaland. Hier stroomt het water gewoon onder de rijweg door. Door de aanwezigheid van veel stromend water is het voor het land mogelijk op relatief goedkope wijze schone energie op te wekken. Hier in Kinstervik staat een kleine centrale die water krijgt van 2 bovenliggende watervallen. En die willen wij wel eens zien. Jammer genoeg wil het weer niet erg meewerken. Onderweg begint het te regenen. De paden worden glad en het lijkt ons verstandig rechtsomkeer te maken. We bezoeken Bergen, de op één na grootste stad van Noorwegen. Het is de stad waarvan ze zeggen dat het er 366 dagen van het jaar regent. En dat kan best wel eens waar zijn. De vlooibanen is de enige kabelspoorbaan in Scandinavië. In 6 minuten brengt hij ons tot 320 meter boven de zeespiegel, waar we tussen de druppels door genieten van een schitterend uitzicht over de stad. Op de markt kopen we nog wat vis voor het avondeten. Een stukje koningskrab durven we wel proberen. Het stuk walvisvlees ziet er voor ons bedenkelijk uit en laten we liggen voor de liefhebbers.
We zijn aangekomen in Norheimsund en bezoeken Steindalsvossen. Deze waterval heeft een vrije val van 50 meter en is bijzonder omdat je er onderdoor kan lopen. En dat levert natuurlijk spectaculaire beelden op. Watervallen, wij kunnen er nooit genoeg van krijgen. Vandaag een kort bezoek aan de Veuringsvossen. Dit is een van de hoogste watervallen van Europa. Water, afkomstig van de rivier Bioreia, stort hier in een loodrechte vrije val 145 meter naar beneden. Genoeg water voor vandaag. We vervolgen onze weg door de hoogvlakte. Hier, op 1200 meter, doet de zon zijn aanval op de laatste restjes sneeuw en ijs. Diezelfde zon, een boterham en een mooi uitzicht over de besneeuwde bergen besluiten we deze eerste aflevering. In een volgende aflevering nemen we de trein naar Nierdal, hebben we autoweg en bedwingen we de Trollstiegen.